Nee, niet alweer. Een unboxing? Nee, toch. Goedendag allemaal en welkom wederom bij een nieuw filmpje op mijn kanaal. Verleden week is Kill Team Box Octarius uitgekomen. En ik was eigenlijk van plan om daar ook een uitpakvideo van te maken, zo'n unboxing video. Maar ik dacht, ja weet je, die zijn er volgens mij al meer als zat. Dus dat heb ik lekker niet gedaan. Ik ben gewoon doorgegaan met het maken van terrein. Ik heb deze box gekocht. Niet zozeer vanwege de legers die erin zitten. Die ga ik denk ik wel verkopen. Maar voor een deel voor de regels. En een deel voor het terrein. Wat in de box zit, dat zal jullie ongetwijfeld bekend zijn. Er zitten twee legers in. Maar ook heel veel terrein. Nou, lang niet alle terrein wat erin zit, vind ik ook echt gaaf, leuk of mooi. Maar er zijn een aantal dingen die ik wel wil hebben. Uiteraard, dobbelsteen niet zozeer, maar wel de gauges die erin zitten. De zes schuilblokken die je nodig hebt. Maar dit ding, die vind ik echt ontzettend gaaf. Alleen ik moet nog wel iets verzinnen voor die orkkop die erop zit. Dat vind ik een beetje jammer. Of misschien juist laat ik die er wel op zitten. Ik heb geen idee. Maar dit apparaat, die wil ik graag voor mijn eigen terrein hebben. De rest, weet ik nog niet. Ik denk dat dat ook gaat verkopen. Dus die ga ik er even uithalen. En nou ja, goed, omdat jullie mee mogen kijken, zou je dit toch wel een unboxing video kunnen noemen. Maar dan niet zozeer om te laten zien wat erin zit, want dat weet je langzamerhand wel. Maar om te laten zien wat ik eruit haal voor huidige en toekomstige projecten. Ah. Zo. Hoppakee. Blijf staan. Die wil ik hebben. Deze wil ik hebben. En de rest eigenlijk niet, denk ik. Maar tuurlijk. Houd je mond. Zo. Het is wel een gewicht hoor, wat erin zit. Nou, die heeft zijn functie gedaan. En een beetje mazzel heeft hij het boek beschermd. Nou, die ziet er goed uit. Dus die wilde ik hebben. Nou, uiteraard de kaarten wilde ik hebben. En het terrein. Oké. Transfer sheets. Minefield. Nou. Ga ik die nou gewoon lekker erin liggen. Kan die erop met beschermen. En dan kan dit er weer terug in. Totdat ik besloten heb wat ik nou echt ga doen. Met al dit spul. Ik zei pas
tegen iemand, ik lijk soms wel als Hotel California. Alles kan bij mij binnenkomen, maar ik kan eigenlijk niets bij mij weer weggaan. Dat betreft, nou ja, het is niet helemaal zo. Ik zal wel met die afwijking moeten leren leven. Ik ga even opruimen en dan ben ik zo bij jullie terug. A few moments later. Nou, die heb ik dus ook niet nodig. Volgens de achterkant, die mij nog een keer vertelt hoe ik hem in elkaar zou moeten zetten. Nou, ik denk dat ik daar nog wel uitgekomen. Dus die kan weg. Laat ik die ook maar bewaren. Dat lijkt mij toch wel een redelijk essentieel onderdeel van het spelletje. Het Octariusboek. Ik heb serieus nog geen idee of dat nou iets is wat in mijn boekenkast moet blijven staan. Of dat ik daar iemand anders beter en plezier mee kan doen. Dus dat moeten we nog over nadenken. Coreboek, uiteraard. Die gaan we wel bewaren. Want daarin wordt een hele hoop dingen uitgelegd die ik gewoon nog niet weet. Op lore. De Necrons, waar ik dus echt mee wil gaan spelen. Tools of War. Nou. Oké. Dus die moeten we rood gaan maken. De vierkantjes moeten we blauw gaan maken. De cirkeltjes wit. En de triangels zwart. En de rest kan ik wel eens een keer een nieuw verfje mee uitproberen. Laat daarna deze film over kan. Dit voor deze video. De Green Stuff World Color Shift Metal Holographic. Ik heb een paar verschillende soorten ondergrondjes geprobeerd. Maar voor zover ik kan nagaan is ook bij deze de Glossy Black. De beste ondergrond. Ik zal wel deze gaan gebruiken. Het is namelijk de enige glossy black die ik heb. Dus ik ga de airbrush maar eens pakken. Tot zo! Goed, in deze video ga ik me dus concentreren op de meetlatjes. Petal gauges, zoals ze heten. Dus die ga ik er mooi even uithalen. Zoals ik al in eerdere video's aangaf, als je je geen mesje, je schaar, kniptang, zo plat mogelijk tegen het model aanhoudt, zoals dit, dan heb je eigenlijk niet of nauwelijks iets van die spruustops nog weg te werken. Het is echt nagenoeg glad. Terwijl je het andersom zou doen, kijk, even laten zien. Ik zal die andere even eraf halen. Ik heb deze andersom gedaan. Hier dan. Dan ga ik een heel stuk erachter. Terwijl je hem zo eraf haalt. Keurig glad. Daar hou je met je altijd zo. En nooit zo. Maar goed. Dat is inmiddels wel duidelijk, denk ik. Goed. Deze eraf halen. Goed. En dat is voor latere zorg. Piep, piep, piep. Mm.
nou, ik spreek van een mold lijn, maar... Macht en gewoonte dwingt mij om het toch even na te lopen. A few moments later. Zo. Airbrush gaat spelen van al die losse dingetjes. Echt wat minder interessant op je werkplek. Dus je moet je weghalen. Goed, ik ga de airbrush even voorbereiden. Tot zo. Oké. Shake well before use. Nou, uiteraard doen we dat. Lang leven de Vortex Shaker. En dan hebben we hier. De airbrush. Een klein beetje erin van de thinner. Even nog een tipje: altijd eerst de thinner en dan pas de verf. Nooit andersom. Nou. Ongeveer 1 op 3. Vinger erop, klein beetje achterover halen, gaat hij bubbelen. En dan meng je, als het ware, de thinner voor de primer. Zo. Oké. En dan kunnen we rustig aan beginnen. Kleine, dunne laagjes. A few minutes later. Tja, en als je dan totaal vergeet om opnieuw op record te drukken, dan heb je maar één kant gefilmd. Ja, goed. Het scheelt weer een paar minuten video en het is duidelijk genoeg dat aan beide kanten het nu zwart geprimed is. Goed, we gaan deze battle gauges of meetlatjes, dingetjes, meetapparaatjes, hoe je het ook noemen wil, spuiten met de Green Stuff World Color Shift Metal Holographic. Nou, je ziet, het staat er weer eventjes stil. Gelijk weer een beeld op de bodem. We gaan eerst met ze heel goed schudden. Nou, daar gebruik ik de Vortex Shaker voor. Dat scheelt echt heel veel. Plus dat ik gewoon 100% zeker weet dat het gewoon goed gebeurt. En dat is ook heel wat waard. Kun je goed zien dat de bodem echt helemaal leeg is. Ja, mooi. Dat gaat dan in de cup. Van de airbrush. En dan gaan we spuiten. Ja.
in meerdere dunne laagjes. Maar je ziet het nu al. Ik weet, kan zien. Maar je kunt het al redelijk zien. Maar dat ziet er best gaaf uit. De zijkanten. A few minutes later. Zo, welkom terug. Nou, inmiddels is het helemaal gedroogd. En gaan we de tekens maar voorzien van de kleurtjes die het zou moeten hebben. Je ziet dat zwart. De 1 inch is, wit de 2 inch, blauw de 3 inch en rood de 6 inch. Dit is dus de 6 inch. Deze kant is blauw. Dit is dus de 3 inch, de 1 inch en de 2 inch. Ik ga voor blauw ga ik de Calador Sky gebruiken. Voor rood vond ik de Alberan Red van Skill 75, het mooiste. De wit uiteraard, die van Pro Acrylic. Vind ik gewoon Monument Paint, vind ik gewoon echt heel goed, die witte. En de Nostalgia 88 Chaos Black voor zwart. Gewoon omdat het kan. Goed. Het enige nadeel van deze potjes van de Pro Acrylic vind ik die tuitjes. Vind ik gewoon niet echt heel erg prettig werken. Ze moeten eens een keertje andere tuitjes voor de pakken zien te krijgen. Die zijn ook los verkrijgbaar, maar die heb ik gewoon nog steeds niet besteld. Er zijn ook mensen die echt heel erg blij worden van de. Die tuikjes, maar ja, daar ben ik er dus geen eentje van. Even terugkomend op de holographic paint die ik gebruikt heb voor de cages. De site van Greenstock World wordt aangeraden om de glossy varnish te gebruiken. Daarmee zou het effect versterkt worden en geen matte gebruiken, want daarmee wordt het effect minder. En wat lijkt nou? Ik heb helemaal geen glossy varnish in huis. Dus ik kan ze vandaag helaas niet afmaken. Die rollen niet met het vernis wat ik graag zou willen. Helaas pindakaas. Nou, dan moeten jullie maar geloven dat het voor ik ze ga gebruiken wel gebeurd is. Die even opzij. Niet vergeten dat ik hem opengemaakt heb. Ik heb ze inmiddels al wel heel goed geshaked. Dat is wel zo handig. Eerste laagje.
kan ondertussen lekker drogen. Zo. En de triangel, oftewel de 1 inch. Gaat in het zwart. Nou, dat gaan we uiteraard aan twee kanten doen. En dan ben ik zo bij jullie terug. Goed, welkom terug. Ik heb zojuist de laatste toevoeging van verf gedaan. Nou, moet deze even drogen nog. Deze zijn klaar. Wit, blauw, zwart. Aan weerskanten. Nou, je kan het waarschijnlijk wel zien. Hele mooie schittering erin. Anders kon je het in het andere filmpje zien wat je net nog gezien hebt. Nou, zodra ik die glossy vernis heb, zal ik ze nog even vernissen. Dan zijn ze ook voor het spel een stuk beter te hanteren. Misschien dat ik nog die oogjes van die Skulls kleurtje geeft, maar dat weet ik nog niet. Moet ik even goed over nadenken. Maar dit is in ieder geval het verven van de Tools of War, zoals het keurig staat in het boek. En dan volgende keer weer wat anders. Hey, bedankt voor de aandacht en tot de volgende keer. Groetjes!